carnaval in Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. Dat is altijd supergezellig. Maar wie zwaait de scepter? Wij laten je kennis maken met alle carnavalshoogheden. Welkom dames en heren, vandaag zondag 12 november. We zijn in cafézaal Eterij Libre aan de Langeboomseweg in Mil. Zoals gezegd, vandaag zondag 12 november. Gisteravond verscheen er een heleboel carnavalshoogheden. En zo ook in Langeboom. En de kersverse prinsenpaar en hun nar zitten hier aan tafel. Kersvers, fris, dat weet ik niet. Zoals gezegd, soms hoort het een beetje. Dus daar gaan we nou ook mee maken. Prins Marco, prinses Rian en nar Koen. Welkom en van harte gefeliciteerd. Hoe is de dag verlopen gisteren, prins Marco? Ja, goed. Ja? Ja, en druk nog, hè? Ja? Ja, want tijdens het speuren hoorde ik gisterenmiddag dat de verbouwing was een dingetje, geloof ik, hè? Nee, dat ging precies goed. Ja? Ja. Strak gepland? Ja, ja. Maar planning, daar hoort erbij, want je bent de eigenaar van Huwij, toch? Ja, ja. En dus dan hadden we thuis niet zoveel tijd voor. Nee, dus... zoals bij het vorige prinspaar ook onze kijkers en luisteraars die weten graag van wie is er de Enne. Dus laten we bij Marco beginnen. Prins Marco, van wie is er de Enne en waar komt hij vandaan? Dat is een zoon van Tini en Petra Weideven. En wij hebben altijd gewoond op de Witte Dellen in Zeeland net. Maar mm-hmm. Dat is aan de goede kant van de Middenpeelweg, zeg ik. Ja, lichtgevoelig, altijd. Lichtgevoelig. Dus, dat is net aan de kant van Langeboom. Dus ik ben altijd naar Langeboom naar school geweest en de vrienden gehad. En toen heb ik 16 jaar in Warmrooi gewoond en weer teruggekomen. Warmrooi? Ja. Zo. Warmrooi. En Rian? Prinses Rian? Ja, van Geert en Annie Bisseling. En ik ben opgegroeid in de Scharen. Dus. Ja, dat is eigenlijk Langeboom, hè? Estrin, ja, eigenlijk ja. En ons mama komt van Langeboom en ons oma van ons papskamp komt van Langeboom. Dus wel veel Langebooms bloed, ja, zou ja, hartstikke ja. Goed. En Koen? Naar Koen Nooyen? Ik ben zoon van Mark Amara Nooyen. Ja. En want jullie pa was gisteren nog mee aan het speuren, geloof ik, ja. Hè? Wist hij het echt niet? Nee. Echt niet? Nee. Wat vertel eens, hoe ging dat? Hoe is dat gegaan gisteren? Gisteren. Nou, ik had gewerkt eigenlijk de hele dag. En ik kwam thuis en ik doe de deur open. Alle speurders. Ze zitten allemaal op mijn tafel. Ja. Ja, toen kreeg ik nog extra verhoring. Maar ik denk dat ik het goed gedaan heb. Ze kwamen in ieder geval... volgens mij gingen ze naar Luc. Ja. Dus ze wisten het niet meer. Ja. Dus volgens mij en wanneer wisten ze het wel? Gisteravond pas? Gisteravond. Want je hoeft ook niet eerder te zeggen, ze zijn er toch? Ja. Ja, hè? Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. En in dagelijks leven, ja, wat ik net al zei, eigenaar van Huwij. Ja, wij hebben een timmer- en interieurbouwbedrijf, dat doe ik samen met Rian. Ja. En hoe valt dat te combineren? Want we hadden net in het vorige gesprek met Gilles Simone. Het is een kort seizoen, het is een druk seizoen. Gaan de klanten er iets mee leien? Moeten een winstwaarschuwing afgeven? Of ja, ik denk dat ik wat meer af moet schuiven dan anderen. Maar ja, hoe is het te combineren? Ik denk niet, maar ja, dat zien we wel. Nou, we gaan het meemaken. Maar even terug in de tijd. Het moment van vragen, wat altijd wel een bijzonder moment is. Hoe ging dat in Langeboom bij jullie? Ja, dat ging eigenlijk... Ik was er niet. Was er niet? Nee. Ze waren bij ons al op Koningsdag, 27 april, kwamen ze binnengevallen. Oh! En toen dachten we beginnen er op tijd aan. Die zei ook meteen, wij konden nog gewoon over straat lopen, want niemand docht nog aan carnaval natuurlijk. Dus die kwamen eens binnenvallen en Rian was alleen thuis. Ja. Dat is er geluk geweest. Ja, midden op de dag. En we gingen een weekendje weg. Dus ik was druk aan het inpakken voor te gaan. En Marco was de camper aan het klaarmaken. Ja. En toen stonden er in één keer 6 mannen in de keuken. Goor. Ja. En die stellen dan de vraag, wilden jullie prinsenpaar worden? Ja, nou ja, dat hoefde ze. Ik kan niemand te vragen, want ik had natuurlijk wel alle vermoeden. Ja. Dus... toen hadden we even een weekend lang om erover na te denken. Ja, want wanneer hoorde jij het toen dan, de weekend? Nou, ik kreeg meteen een appje en telefoontjes. En op een gegeven moment had ik wat 4 oproepen gemist of zo. En ik denk, ja, ik zal toch eens gaan kijken. En toen had ik een appje van Wout met... onze dochter is jeugdprinses geweest afgelopen... Dat is nou nog steeds nu, trouwens. Ja, tot nog straks, even, tot vanmiddag. Oh, een uurtje ja. En...
dat bloemstukje dat stond er nog. En toen kreeg ik ineens een foto geappt met Rian met dat stukje in de hand. En Wouter langs. Ja, toen wees ik ook genoeg natuurlijk. Toen hoefde ik niet meer terug te bellen. Nee, nee. En toen ook gewoon direct besloten, ja, dat gaan we doen. Ja, dat was nog wel even nadenken, maar ik wou het eigenlijk wel meteen. Ja. Dat komt wel lastig hoor. Maar, ja, Rian, want waar is dan de overweging die gemaakt op dat moment? Ja, gewoon ook wel van, ja, dus durf ik dit aan, zeg maar, gaan we dit doen? We wonen nog niet zo heel lang in Langeboom. Ja. En dan, ja, in één keer voor de hele groep te gaan staan, dus dan heb ik wel even een weekendje over na moeten denken. Maar ja, zoals we al zeiden, onze dochter was vorig jaar jeugdprinses geweest en ja, we hebben echt fantastische tijd gehad. Ja. Echt heel leuk. Ja. Dus, ja. Heb je jou, Koen, wanneer kwam de vraag? Ja, wanneer was dat precies? Ongeveer, hè? Ja, ik denk 8 weken geleden. En toen belde Dennis in één keer op geweest. En ik heb eigenlijk nog een vraag. Ja? Zou jij nar willen worden? En daar heb ik denk 2 dagen over nagedacht. Toen zijn ze bij mij op het werk gekomen en toen vertelde ik het ging doen. Ja, want waar werkte? Bij Janssen en Schaven, en aardappelboer. Want ze dachten vorig jaar, hebben we een narkoen, die is goed bevallen, of pakken we weer een narkoen? Ja, ik denk het. Ik denk het. maar ook 2 dagjes nadenken, waar denkt u dan over na? Want hoe ga ik dat allemaal doen? Ja, dat kost nog wat tijd en... ja, ik denk, dus ik hou eigenlijk meer van, ja, het is misschien wel, vragen ze me nooit meer. Ja. Ik denk, ja, leuke kans, ik denk, doe het meteen. Ja. En dan, wat net zei, de kruisbestuiving in het carnaval. Want carnaval is echt een feest van verbroedering, blijkt wel. Want Sanne, uit jullie vriendengroep, is naar in Wilberdoord. Daar hadden jullie gisteren even contact over. Ja, ze stuurde in één keer een berichtje en daar moest ik toch ook wel op reageren. Van, hoe ga ik dit nou weer doen? Ik wou voor iedereen zo lang mogelijk geheim houden. Ja. Toen moest ik wel. Ja. De feest van verbroedering, die kruisbestuiving. Want in Langeboom, jullie neef, Sam de Veer, is weer jonker in Mil. Ja, dat is hij, ja. Hoe kwam de dag? hoe ging dat gisteren, die contact? Oh, dat contact was al eigenlijk niet echt. Maar ik kreeg een telefoontje van mijn zus. Dat is het heel vervelend vond, maar dat ze niet naar ons toe kon komen. In Langeboom. Ja, die zou eigenlijk gewoon naar Langeboom komen, want Sam was in een bos, die wieren toch niet. Ja. Dus, en toen belden ze op, wij stonden op het punt om te gaan. En toen belden ze op van, ja, ik kan toch niet komen. Ik zeg dus toch. Ja, toen wist ik natuurlijk meteen hoe laat het was. Ja, ja. Maar dat wist ik heel laat, heeft hij goed gespeeld, zou ik zeggen. Ja, ja. Ja, dus dat werd een druk carnavalseizoen voor het geval je dat al niet had. Er komen er nou nog wat extra dingen bij. Als we even kijken, want 27 april dan gevraagd. Nou ja, wat gezegd, nog niemand is op dat moment met carnaval bezig. Vanaf wanneer begon het wel te kriebelen dat je dacht... Ja, na de zomervakantie kreeg je wel zo af en toe in het dorp en dan begon er iemand over en dan merkte dat de mensen er iets meer mee gaan doen, zeg maar. En ja, dan is het inderdaad wat de anderen ook al zeggen, als dat speuren begint, dan, dan gaat het los, zeg maar. Ja. En wij waren ook vrij verdacht, dus ik heb van allerlei pogingen gedaan om eronderuit te komen, maar dat was toch vrij lastig, zeg maar. Ja. Wat was het lastige, Rian, bij het genoemd worden in die tijd? Ja, we stonden wel echt hoog in de pol, zeg maar. En dan overal waar je komt, iedereen die begint er natuurlijk over, hij staat op het voetbalveld en overal krijg je opmerkingen, dus dat is wel... lastig. Hoe reageer ik dan? Ja, en hoe reageerde dan? Ja, op den duur had ik zoiets, ik praat gewoon mee. Dat werkt gewoon echt het beste. Denk je, ja, dat... En net als die aanwijzingen, want het Wilberdoord horen, die bedenken ze eigenlijk zelf mee. Zijn jullie ook betrokken bij het bedenken van die aanwijzingen? Of nee, kwam eigenlijk vanuit de commissie? Veel, uit de Prinsencommissie. Ja. mijn aanwijzingen waren allemaal veel te makkelijk. Dan weten ze meteen, zei ze. Ja. Maar goed, het wil nou niet veel beter volgens mij, toch? Dus, nee. Nou, ze dachten wel dat ze het allemaal wisten, maar ze klopten, de speurders dan, maar er klopte helemaal niks van wat ze dachten. Verkeerd uitgelegd. Ja. Ja, want vertel eens, want wat was eigenlijk de bedoeling van bijvoorbeeld een aanwijzing die hun anders... Ja, wij hadden bijvoorbeeld KFC. Wij waren vorig jaar ook kandidaat prins en bordje in de tuin.
Alleen toen hadden ze de hele nominatielijst en daar stond Marco en Rian en Marco met een C. En mijn naam schrijven we in K. Ja. Dus bij ons in de vriendengroep zeiden ze, ja, Marco en Rian horen het niet, want de naam schrijven ze zelfs verkeerd. Ja. En toen kwamen we op een gegeven moment met die hints in, KFC, ja, K, K of C. Ja. En dat sloeg dus meteen ook op de naam, want je kunt ook Koen een C of een K. Ja. Ja. En toen waren ze gisteren die hint aan het uitleggen, die speurs waren bij ons. Ja, die sluit precies op jou, want je hebt dat liedje van de KFC en de Pizza Hut. En dan zeggen ze McDonald's, en dat is McDonald's. En als je de M omdraait, dat is W, dus dat is MW. Ja, ja, ja. Dat is precies voor jou. Ik denk, ja. Die was eigenlijk zo uitleggen, ja. Die was eigenlijk beter. Ja. Ja, ja, misschien ook wel, ja. En bij jou, Koen, jouw aanwijzingen? Ja, bij mij was hij ook, alles was anders, maar ze hadden bij mij KFC hadden ze keeper van derde. En het bloem in de woestijn had op een of andere manier met piepers te maken, want er kwam ook een bloem in op een aardappelplant. Ja, je hebt niet even gedacht toen je die aanwijzing dacht, ik ben toch de nar, ja. Dat er niet op sleutel. En dan gisteren zo'n dag, je werd gebeld, Koen, hè, tijdens het werk, hoor ik, de speurdag. Mm-mm. Maar wat gezegd, thuis niks gezegd, toen je thuis kwam, pas gewoon de avond zelf, ze zien het wel. Ja, ik heb eigenlijk goed volgehouden, vond ik zelf. Ja. Het was wel heel moeilijk, ik had wel een broertje, die wist natuurlijk alles. Die deed mooi afluisteren en deed in de groepsapp sturen wat ze van plan waren. Echt waar? Ja, we hadden zelf op de speel. Ja. Maar die had het wel stil kunnen houden. Ja. Ja. En bij jullie, hoe zag de dag er gisteren uit? Want hard werk, hè? Ja, maar alles op tijd klaar te krijgen. Ja. Maar dan, hoe ziet die dag eruit? Want de familie bijvoorbeeld, die wist het al begrepen. Jawel, we wisten wel. Ja, ik had het... mijn ouders wisten het. Mijn zus zo laat mogelijk, maar die had ik het van de week toch maar laten weten. Wendy. Ja, want die is de hele tijd aan het vissen en die was er zo mee bezig. Dus ik vond het leuk om er nog even mee te wachten. Ja, ja. En die kon geen boodschappen meer doen, want iedereen... Oh, Marco Prins. Maar ja, zij wisten natuurlijk nog niet zeker, maar ik denk dat ze wel een beetje vermoeden had. Ja. En ik werd een paar weken terug al gebeld door Sam. Maar dat is natuurlijk ook... hij zegt tegen mij, ja, ik moet jou iets vertellen, zegt hij. Ik word jonker in Mil. Dat zou ik leuk vinden als jij erbij bent. Kun jij zaterdag de 11e naar Mil komen? Ik zeg, ja, dat is goed, dan ben ik er. Ik zeg, als jij jonker wordt, dan ben ik erbij natuurlijk. Ja, hoe laat moet er zijn en zo. Dus ja, toen wou ze eigenlijk losmaken dat ik niet kwam. Ja, ja, ja. Maar ja, ik ben er dus niet geweest. Maar... En bij jou, Rian, gisteren, zo'n 11e van de 11e dag. Want het is de 11e van de 11e, dus dat is een hele superspannende dag dan. Ja. Hoe ziet die dag eruit? Ja, dus wel natuurlijk ook nog druk bezig met alles klaarzetten. En het was er naartoe, zeg maar, gewoon wel heel spannend. Maar als je eenmaal daar bent, dan is het gewoon leuk om het allemaal mee te maken. En mee te... Want jullie bent gisteravond niet in de zaal geweest verder. Jawel, ja. Maar hoe ging dat toen dan? Want tot hoe laat en waar hadden dan afgesproken om op tijd... Nou, onze dochter die zit bij de dansfabriekers, dus die moest nog optreden. En we hadden afgesproken van als die klaar was, dan ons zoontje was er ook bij. Dan ga ik zeggen van, nou, ik ga trainen. Nicky even naar huis brengen en dan kom ik zo terug. Dus toen zijn we ervoor uitgelopen en erachter er weer in. Ja. En wanneer wisten de kinderen het? Een week of drie terug. Hè. Oh, echt waar? Ja. En hebben ze goed geheim kunnen houden? Gewoon netjes. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik hoor net bij de toneelclub in Wilberdoord, zoeken ze nog leden. Ja. Ja. Oh, dat is ze wel kunnen. Ja, maar onze dochter was gisteren heel grappig, want ik zei tegen haar, als je klaar bent met dansen, dan zeg ik van, kom, we gaan naar huis, want Tran die moet naar bed toe. En toen zei ze, nee mama, ik heb echt geen zin. Ik zei wel, Nicky, je moet naar huis. Dus ze was het echt helemaal aan meespelen, want ze zat bij de vriendinnen. Nee mama, mag ik dan niet nog heel even blijven? Of mag ik dadelijk dan niet even terugkomen? Ik zei, nee Nicky, je moet echt nou mee naar huis, want Tran is moe, die wil naar bed. Ja. Dus ze speelde het echt super goed mee. Top geregeld. Vandaag alweer meteen een drukke dag. Koen, jij ook? Straks naar het jeugdcarnaval, geloof ik. Ja. En ja, hoe laat was het vannacht? Half vier of zo? Half vier? Half vier. Half vier.
Ja, en in het verleden deden we dit soort interviews bij de lokale omroep Bill in vroegere tijden. En dan zat iedereen aan de koffie. Maar hier bij Café Libre we werken meteen iedereen aan het bier. Het beste middel voor de kaart. Ja, dat valt meteen het beste. Als we nou even vooruit gaan kijken, Prins Marco, hoe ziet jullie... jullie seizoen eruit? Wanneer zijn de eerstvolgende activiteiten na vandaag? Dus dan hebben we volgende week alweer recepties, dus komt goed. Ja. Wanneer is jullie eigen receptie? 16 december. 16 december. Iedereen in Larrenboom. Ja. Zoals ik net zei, je hebt een hartstikke druk carnavalseizoen. Koen, wat zijn de dingen waar je op gaat verheugen? Verheugen? Een bier drinken. Oh, lekker. Ja. En jullie, Rian? Ja, gewoon gezelligheid en met een leuke club allemaal bij elkaar. En, Top. We hebben vorig jaar ook enorm geloten met de jeugdprinses, dus daar gaan we dit jaar zeker weer doen. Ja, wat voor jullie ook weer een bijzonder carnavalseizoen. Juist, ja. In ieder geval. Ja. Ik wil jullie nogmaals feliciteren met jullie uitverkiezing en laten we afsluiten, Prins Marco, met een K. Want Wendy is met IE, geloof ik? Ja. Wat hebben ze bij jullie thuis? Ja, dat weet ik ook. Maar dat. Dyslexie? Ik was er eigenlijk nog niet bij toen. Maar. Ja, dyslexie, dat zou goed kunnen. Ja. Marco met K, Wendy met IE. Maar goed, wel hartstikke gezellig. Laten we afsluiten met jouw lijfspreuk. Ja, doen we dat samen? Jullie mag het zeggen. Oh, doen we, ja. Dit jaar zien we er druk bij, zullen jullie merken. Want er is meer dan alleen maar werken. Goed zo. Voilà. Dat gaat een leuke carnaval worden. Ook namens ons veel plezier. En Allah!